Kunstenaar Suki Irodikromo is vandaag met staatseer begraven. Irodikromo is gisteren op 75-jarige leeftijd overleden. In Sanabudaya is er vanmorgen een afscheidsceremonie gehouden voor deze gewezen Surinaamse legende. Onderwijsminister Marie Levens zegt dat het nalatenschap van Irodikromo gebruikt moet worden als inspiratie voor andere generaties. Ze wijst erop dat de kunstenaar een bijdrage heeft geleverd aan de natievorming van Suriname. Suki heeft met zijn kunst en cultuurwerk bewezen dat de verschillende culturen in Suriname met elkaar verbonden zijn. Hij heeft dat nadrukkelijk in al zijn werken laten zien, vooral met betrekking tot die natievorming. Hij heeft zelfs de verschillende culturen die wij hebben verbonden met culturen van andere landen, van andere streken in de wereld, van het westen, van het oosten. Hij oversteeg dat en hij was in staat om ons, vooral in de tijd toen het vrij moeilijk was in dit land en zodra het een crisis is, was hij in staat om met stukken te komen, met kunst te komen die ons nadrukkelijk eraan herinnerde dat er een bepaalde verbondenheid is in dit land. En die natievorming van hem, dat heb ik van hem persoonlijk geleerd en dat is wat ik waardeer. Maar ik waardeer ook zijn zachtmoedigheid als mens. Hij was een heel vriendelijk mens, heel zachtmoedig. Hij was leraar, hij is het geweest. Hij heeft gezorgd dat de jeugd van kunst en cultuur is gaan houden door zijn eigen academie, maar ook bij Nola Hatterman heeft hij een hele grote bijdrage geleverd. Elwin Atmo Dimejo, voorzitter van de vereniging Herdenking Javaanse Immigratie, haalde aan dat Suki Irodikromo veel voor Suriname heeft betekend. In het bijzonder voor de Javaanse gemeenschap. De kunstenaar is ook een van de grondleggers van de VHJI. Met zijn kunst en cultuur heeft hij heel veel bekendheid gegeven aan de Javaanse cultuur en de Javaanse schilderkunst. Niet alleen in Suriname, maar zeker ook in het buitenland, met name in Nederland en Indonesië. In het bijzonder heeft hij bijgedragen tot de bewustwording van de Javaanse schilderkunst, schilder- en podiumkunst. Bij VHJI hebben wij hem ook geëerd met het opzetten van een volksacademie, wat ook naar hem genoemd is, Suki Irodikromo Volksacademie. Dat is heel belangrijk voor ons, omdat oom Suki, zoals wij hem kennen, altijd heeft gestreefd om die ontwikkeling, die Javaanse cultuuridentiteit en de Javaanse normen en waarden te behouden en verder te ontwikkelen. En dat is heel erg belangrijk geweest van zijn kant en met name voor VHJI en Suriname in het algemeen. Elwin Atmo Dimejo, voorzitter van de vereniging Herdenking Javaanse Immigratie. Hij sprak vandaag bij de afscheidsceremonie van kunstenaar Suki Irodikromo. Atmo Dimejo zegt dat Suriname in Irodikromo een grote icoon verliest. Suki Irodikromo is 75 jaar geworden.